Mijn hart ligt altijd al in Amsterdam. Ik ben ook zelf een Amsterdammer. En ja, alles wat ik doe, doe ik ook voor de stad Amsterdam. Mijn naam is Erik van Am. Ik ben projectleider uitvoering, ook wel directievoerder genoemd. In Amsterdam hebben we in de openbare ruimte meer dan 2000 bruggen en meer dan 450 kilometer walmuur. Dat is allemaal in het beheer bij de gemeente. En het is onze taak om dat te onderhouden en indien noodzakelijk ook te vernieuwen. Het project Singel is een walmuur van 230 meter. We hebben de afgelopen 5 jaar in de monitoring gehad. Dat betekent dat wij de settingen van de walmuur gemeten hebben. En daaruit is naar voren gekomen dat die eigenlijk bezweken is en vernieuwd moet worden. Mijn rol in de uitvoering is voornamelijk om ervoor te zorgen dat de projecten blijven draaien. Je hebt te maken met heel veel belanghebbenden. Iedereen wil iets van je, iedereen wil wat in kunnen brengen in het project. Maar daarnaast moeten er ook een aantal dingen gegarandeerd zijn. De winkel van de stad moet open blijven. Dus de ondernemers, de toeristen, maar ook de bewoners, dat gaat allemaal door in de stad. En dat is heel belangrijk tijdens de projecten. Het leuke aan het werk is eigenlijk de complexiteit van de projecten en van de stad Amsterdam. De grachtengordel van Amsterdam vind ik een architectonisch en stedenbouwkundig kunstwerk. Maar het is natuurlijk bovenal een waterbouwkundig meesterwerk. En als ingenieur is dat natuurlijk iets waar je hart warm van wordt. Denk jij erover na om te werken bij de gemeente Amsterdam? Wij zijn op zoek naar mensen die sterk in hun schoenen staan, enthousiast zijn en een bijdrage willen leveren aan het behoud van Amsterdam.